Bank zijn de opslagplaatsen voor geld. Het zijn eigenlijk net winkels, want je kan er hypotheken kopen. Banken die willen je helpen met geld opbergen. Het is niet meer veilig om gewoon al je geld in de sok te stoppen. Klanten zijn wij zelf. Mijn ouders. Mensen die te weinig geld hebben voor een nieuw huis. De meerderheid van mensen. Wij zijn klanten. Het dilemma is hoe banken beter met hun klanten om kunnen gaan. Kinderen kunnen heel goed advies geven aan banken, omdat ze hele positieve ideeën hebben. Kinderen hebben een ander soort brein. Volwassenen die denken dan vaak weer aan de nadelen. Kinderen denken dat dat wel kan, dus dan komen ze misschien beter met een oplossing. Omdat wij ook slim zijn. Mijn advies aan de banken is openingstijden ook in het weekend. Dat ze een keurmerk gaan maken, want dat straalt vertrouwen uit. Mijn grote advies is dat je één betrouwbare werknemer moet hebben die je vertrouwt, dat je een beetje vriendinnen wordt. Dat keurmerk komt allemaal op de app, de site en gewoon op de bank, gewoon naast het logo. Het ontvangst verbeteren. En gewoon alles vertellen dat ze in wapens handelen. Gewoon geen geheimen hebben en gewoon 100% vertrouwbaar. Ja. Dat ze niet allemaal alleen maar chagrijnig doen. Dus straal uit dat je veilig bent. Dat de baas eigenlijk meer werknemers moet aannemen. Die willen bellen en opnemen voor de klant. Dat de klant ook sneller meteen de vraag kan stellen. Dat ze meer open moeten zijn in de ochtend. En ook zeg maar na kantoortijden. Dat je vaak met elkaar gaat afspreken. Niet alleen over telefonisch, maar ook bijvoorbeeld een keer uit eten met z'n tweeën. Dat er dan iemand is die met soort gastheer of gastvrouw, die dan koekjes en thee of koffie aanbiedt aan de klanten. Als je op deze knop drukt, dan gaat een soort van de bank bellen. En dat de klant de bank zo goed vindt dat ze eigenlijk gewoon bij wijze van spreken wel vrienden willen zijn met de bank. Dan kan je proberen contact te krijgen met de bank. Maar je kan er ook gewoon mee pinnen. Dus eigenlijk een upgrade van de pinautomaat. Goed contact is veiligheid en tevredenheid. Oogcontact. Oogcontact? Dat ze weten wat je wilt en dat ze weten wat je niet wilt. En vooral eerlijk zijn. Bekijk ons advies op www.nvb.nl.